Goedemiddag allemaal, dames en heren. Welkom op Wiekendaal, Stichting Groenhuizen. Voor een heel bijzondere middag, een heel bijzonder evenement, denk ik. Wat jullie mee gaan maken. En graag geef ik het stokje door aan meneer Jongmans. Dankjewel, Rolf. Ja, dames en heren, ik ben vooral blij dat ik hier ben, omdat ik heb op de website gekeken van meneer Dworken, die vanmiddag hier een show komt geven. En het was zo fantastisch dat ik denk, dat wil ik per se niet missen. Dus ik wil hier eigenlijk helemaal geen verhaal houden als wethouder, maar vooral een verhaal dat ik gewoon zo blij ben dat ik uitgenodigd ben om deze Europese primeur mee te maken. Die meneer Dworken is muzikus geweest in grote orkesten in Amerika. Hij heeft klarinet gespeeld, heb ik me laten vertellen. Een van de mensen hierover is vroeger klarinetist in de Harmonie van Steenbergen geweest. Dus. Maar die meneer Dworken die heeft ontdekt dat de dirigenten die voor dat orkest stonden, dat werden allemaal hele oude mensen. En ze bleven ook heel lang vitaal. En ze hadden ook heel lang enorm veel plezier in het leven en in het werk. En toen dacht die meneer Dworken, dat dirigeren van dat orkest, dat moet toch wel zoiets bijzonders zijn. Dat ga ik ook doen. En hij heeft daar vervolgens een programma van gemaakt. En inmiddels staat hij niet meer voor orkesten, maar inmiddels staat hij voor groepen met mensen, jongeren, ouderen. En die brengt hij met behulp van muziek en die dirigeerstokje zoveel plezier over dat ze gaan bewegen en dat je dat zelfs thuis kunt doen. Meneer Dworken, stage is yours. Dank je. Dames en heren, goedemiddag. This is conductor size. So, we will start with Qigong. Qigong is like Tai Chi. Qigong is een vorm van Tai Chi. It's an ancient, 2500-year-old Chinese wellness program through motion and movement. It will create circulation in the body. Het is een 2500 jaar oude oefening uit het oude China en het zorgt voor circulatie in het lichaam. I would like everybody to take your hands and place them right here. Right here. De handen, ja, net ter hoogte van de navel. Ja, by the navel. Plaats uw handen bij de navel. Ah, and what we do is we draw energy up like this. Yes. Beautiful Shana. Ah, bring up. Yes, that's right. Good. Ah. Now notice the music's getting louder. Ja, de muziek wordt harder, dus intenser, dus pak die energie. And the sun is coming up. De zon komt op. And you're going to feel vibrations through your body. Vibraties door uw lichaam. Good. Here comes the sun. Daar komt de zon. Here comes the sun. Beautiful. Beautiful. Good. Hold. Hold. Hou vast. Hou vast. Ah. Good. Beautiful. This is going to make you feel so good. Lift. Lift. Omhoog. Omhoog. Ah. Ah. Adem door de neus. Exhale through the mouth. Uitademen door de mond. Ah, ah. And this is almost over. En het is bijna klaar. Yes, just a warm-up. Just a warm-up. Beautiful. Beautiful. Good. Love your smile. Prachtige glimlach, mevrouw. And in. Very good. Dat was de opwarming. Beton. Even kijken. Ah, hier. Everybody is going to become Anselme, conductor, a conductor. Iedereen wordt dirigent. And you're going to move. You're going to move. If you don't think you're going to be exercising, you're going to be surprised. Ja, als u denkt dat u niet gaat bewegen, dan zult u nog voor een verrassing komen te staan. Now we're going here and conduct to Radetzky March. Radetzky March. Ja? Good. Now,
Please ask if they know what dressage is. Do you know what a dressage is? Dressage? Yeah, it's a band-aid you put on a boo-boo. No. Ja, dat is heel gek te vertalen. No. Dressage, horses. Dressuur. Horses dancing to music. Lip is on horses dancing. This music was written for horses dancing as well. You hear it, Vienna, New Year's Eve. Ja, een nieuwjaarsavond in Wenen hoort u altijd dit muziekje. All right, so let's conduct Radetzky March. Good! Bravo! Good! Kleine bewegingen. Oh ja. Nice and tight. Goed voor de bibs. Energy. Energie, kom op! Good! Smiles. Lekker lachen. Beautiful. All right. Second march. De tweede mars. I want to tell you that your pulse rate is going up. De hartslag gaat omhoog. Blood circulation is not only going through the body, but to the head. The brain. De circulatie van het bloed gaat niet alleen door het lichaam beneden, maar ook door de hersenpan, door de hersenen. We're going on to an American composer. Een Amerikaanse componist. Jean Philip Sousa. It's called Stars and Stripes Forever. Good! Good! Can you hear the piccolo? Hoort u de piccolo? Releasing endorphins. 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 I'll explain endorphins. Absolutely. Good. Listen. Luister. Symphonic bells. Symfonische bellen. Beautiful. When this is over. Als dit voorbij is. We're going to the trombones. Gaan we naar de trombones. Are you ready for trombones? Okay. Little by little, here come the trombones. Good. Gotta scare the trombones. Okay. Now we're gonna get everybody, all the brass, standing up. Alle blazers gaan nu tegelijk. Trumpets. De trompetten. Hubba! Trombone! French horn! Ja! Good! Very nice! Good! Oh, yes! Good! Ready! Third march. De derde mars. Georges Bizet. Georges Bizet. Wait, I have to tell them that Bizet
Died in 1875, 37 years old. Dus hij was 37 jaar oud toen hij overleed. Yeah. Very young. Yeah. Conductors, they live a long time. only kidding. But composition, they're writing. Unfortunately, many composers have died young. Look, it's documented that conductors, poo-poo, live a long time. And it's due to many things. One is that you're very active. Dirigenten worden heel oud omdat ze mede heel veel bewegen. Two, that you're thinking about beautiful music. Denk aan mooie muziek. And you don't think of other things. Except maybe the first cellist who's very beautiful. No. Okay. March of the Toreadors. The little, the kleine ting-ting. That's called a triangle. Triangle. What shape is it in? Welke vorm heeft de triangle, vraag? Toreador song. Het stierenvechtersnummer. Toreador, don't spit on the floor. Zing That's mee, hoor. What it's for. 4 years, Julia. Strings. Met violen, de strijkers. Oh, with the left hand. Met de linkerhand. Bring in all the strings. De violen. Have I gotten taller? Hij vraagt of hij al langer is. Wat kan muziek met je doen? Are you ready? Is in 3/4 time. What music? Welke muziek is in 3/4? We hebben net 1/2 gedaan, maar welke is in 3/4? De wals. Waltz. Waltz. We did a March King, Sousa. We will do the Waltz King, who is Johann Strauss Jr. Ah. De koning van de wals is Johann Strauss Jr. Stemmen van de lente. Very nice. Yes, move your bodies. Beweeg uw lichaam en kom op. Oh, daar komt het einde. We call it a coda. Een coda. De coda. Lichte versnelling. Ja! I hope you are feeling energy. Voelt u energie? Hij hoopt dat u energie voelt.
please. U mag schudden, u mag dansen. Here we go. Energie flows vloeit two ways. Twee kanten op. You may think I have some energy. U denkt misschien dat hij veel energie heeft. But you maar u give me the energy. U geeft de energie. So as I said before, I am blessed to be able to share music and motion and wellness with you. Hij voelt zich vereerd dat hij muziek en beweging en gezondheid met u kan delen op deze manier. Dames en heren, voordat u gaat opstaan, heb ik te veel gezegd? Hoe was het? Dat dacht ik ook. David, I'd like to give you a present from our house. And it's a small present, but maybe it'll remember you to this marvelous event. Ik hoop jullie op een volgend evenement weer te zien. En blijf bewegen.